Michael Kieftenbelt namens de FC en Marten de Roon van Heerenveen waren twee van de vier spelers die op ziekenbezoek gingen. De kinderen kregen onder meer een goodiebag en handtekeningen. En dat werd gewaardeerd, zelfs als je eigenlijk helemaal niet van voetbal houdt. Ik kijk er wel eens naar, maar ik hou er niet echt van. Wat vind je dan ervan dat die jongens hier dan toch langskomen? Ja, dat vind ik wel leuk. Wat heb je gekregen? Ik heb een tasje van FC Groningen en een tasje van Heerenveen en twee handtekeningen. Wist je wie die spelers waren? Nee. Met het bezoek aan het kinderziekenhuis tonen beide clubs hun maatschappelijke betrokkenheid. Even zo. Ja, alsjeblieft. Zeker in zo'n ziekenhuis met kinderen die eigenlijk allemaal ziek of gehavend zijn. Dan is het heel mooi, denk ik, dat twee clubs uit het noorden de koppen bij elkaar steken. En deze kinderen een leuke dag of een leuke middag bezorgen. Heb je zelf ooit in het ziekenhuis gelegen? Nee, ik heb zelf nog nooit in het ziekenhuis gelegen. Dus daar ben ik hartstikke blij mee natuurlijk. En, ja, het is wel mooi dat je dit kunt doen voor hen. In het Beatrix kinderziekenhuis liggen ernstig zieke kinderen. En ook Wilco heeft een flinke knauw gehad. Ik heb mijn voet onder een heftruck gehad. En toen was hij helemaal kapot, dus het moest weer gerepareerd worden. En hoe gaat het nu? Ja, nu gaat het wel goed. Wordt het weer beter? Ja, dat verwachten ze wel. Dat is mooi. Ja. Hey, dankjewel.